Temse in de Wolken. Een tweedaagse manifestatie waarbij de Temse leeft en bruist. En vandaag maken wij ter gelegenheid van Temse in de Wolken een boottocht door het mooiste stukje van de Schelde. We varen van Temse richting de monding van de Durme, Hamme, Driegoten tot Mariekerke, Sint-Amans. Daar draaien we ter hoogte van het natuurgebied De Kramp en zijn we net op tijd terug om het avondelijke vuurwerk mee te pikken van op de Schelde. En de weergoden hebben beloofd zich voor de rest van de avond relatief koest te houden. Laat ons daarvoor de duimen kruisen. De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf. Voordat ik weer terugkom in het land. Zie ik de lichtjes van de Schelde, dan gaat mijn hart wat sneller slaan. Ik weet dat jij op mij zult wachten en dat je aan de kaai zult staan. Zie ik de lichtjes van de Schelde, is het of ik in je ogen kijk. Die zo heel veel liefs vertellen, dan ben ik als een prins zo rijk. Wel, mijn schat, dat ik veel van je hou, dat hoef ik je niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kinderen en vrouw, maar toch moet hij altijd weer varen. Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor en krijg ik voorgoed averij. Denk dan aan de kinderen en ze laaien erdoor, maar spreken dan niet. Dan gaat mijn hart wat sneller slaan. Ik weet dat jij op mij zult wachten en dat je aan de kaai zult staan. Zie ik de lichtjes van de Schelde, is het of ik in je ogen kijk. Die zo heel veel liefs vertellen, dan ben ik als een prins zo
van de schel. Dan gaat mijn hart wat sneller slaan. Ik weet dat jij op mij zult wachten en dat je aan de kaai zult staan. Is toch ik in je